Och, mag gewoon rustig blijven. Je kunt er weinig drukker maken, maar het gebeurt toch. Bijna alles wordt steeds duurder. We hebben te maken met inflatie. Hoe gaan de marktbezoekers in Wijchen hiermee om? Ja, dat je toch meer op de centen gaat letten. Dat je toch meer op je portemonnee let. Een beetje op de centjes letten natuurlijk, op de kleintjes. Maar verder is overleven het wel hoor. Geen probleem. Ik heb geld en dan geef ik uit en dat is alles. Ik geef niks uit, laat mijn vrouwtje over. Dus, nou, kijk, de benzine en alles dat wel, maar wij kunnen het nog net redden. Dus wat dat betreft hebben we niet direct pijn. Tenminste, dat doen we niet. Ik vind dat het overal waar je komt, de prijzen blijven maar stijgen. En je gaat steeds minder, je kost steeds meer en er komt niks bij. En in hoeverre merkt u dat producten duurder zijn geworden? Vlees, vis, ja, gewoon de gezonde producten, hè? Groenten, alles. Alles is duurder geworden. De normale boodschappen, de energie, ja, in feite is wat alles. Ja, qua stromen, ja, dan neemt het natuurlijk ook toe. Als het warm is, dan hebben wij de airco aan. Dus ja, daar merken we het wel, ja. Heeft u nog tips voor hoe je goed rond kan komen in de maand? Misschien op de aanbiedingen letten. En als je naar de energie kijkt, wellicht verduurzamen, zonnepanelen. Ja, gewoon afgemeten kopen. Dus geen 3 carbonaatjes, maar 2. Snap je? Och, mag gewoon rustig blijven. Je kunt er weinig drukker maken, maar het gebeurt toch. Nou, je kunt mopperen, maar er ziet er toch niks meer op.